Jennifer Geerling-Simons keert officieel niet terug naar de Nationale Assemblée. Ondanks het feit dat zij op nummer 2 stond van de NDP-lijst en gekozen is, heeft zij niet bewilligd. Na 24 jaar actief te zijn geweest in het hoogste college van staat, waarvan de laatste 10 jaar als parlementsvoorzitter, houdt ze het voor gezien. Mevrouw Geerling-Simons blikt terug op een leerrijke periode die niet altijd leuk was. Het is een zware baan als je het goed wil doen. Ook redelijk ondankbaar. Echter doe je het niet voor dank van mensen. Je doet in je leven dingen omdat je een drive hebt om ze te doen en een bijdrage wil leveren aan je gemeenschap. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik dat ik vanuit alle kanten mijn best heb gedaan om een bijdrage te leveren. En ik hoop dat zeker in de laatste 10 jaren, waar ik samen met leden en staf van DNA toch wel veranderingen heb kunnen doorvoeren om het instituut in elk geval professioneler te maken, dat een basis heeft geschapen voor de volgende persoon. Die kan dan verder gaan, want we zijn nog lang niet klaar. Wat we nog niet hebben kunnen realiseren, en dat zal misschien niet heel makkelijk gaan, maar moet ook nog gebeuren, is de kracht van het instituut niet alleen qua professionaliteit, maar ook politiek verder versterken. Maar dat kan alleen door een aanpassing van de wet op de politieke partijen. Want als je dus de zakenpolitiek gaat analyseren, dan zie je dus nog waar de versterking mogelijk is. En natuurlijk behoor ik tot een politieke partij. Dus binnen die partij zullen we de ideeën geven. En ik heb mijn persoonlijke deskundigheid, mijn vakdeskundigheid, die ik ook zal blijven inzetten voor de Surinamers die daar gebruik van kunnen maken en willen maken. Dus zo gaan we verder. De nu nog DNA-voorzitter heeft de afgelopen tijd vrijwel onafgebroken gewerkt. Het eerste wat ze spoedig zal doen is rust nemen. Dit werk, als je het goed wilt doen, als je het goed probeert te doen, is niet eenvoudig. Het houdt je eenmaal 24 uur bijna bezig. Je hebt soms helemaal geen tijd. Ik heb moeilijke jaren meegemaakt, hele moeilijke, een persoon in mijn persoonlijk leven. Dus ik ga in eerste instantie even rusten. En dan net wat ik zeg, ik heb een vakgebied wat ik niet heb gelaten. Ik ben blijven studeren erin. Dus ik denk dat ik daar zeker een bijdrage kan leveren. Maar dat zal de zener tijd, dat zal wel duidelijk worden. De fractie is er. Natuurlijk gaan we de fractie, waar nodig, ook de nodige ondersteuning geven met adviezen of wat dan ook. Maar eerst even rust.